Kijk mij even aan. En zo, gaat je dieper. Dieper. Yo, wij zijn Ponkers en vandaag gaan Thomas en ik ons laten hypnotiseren. Het is al wel vaker gedaan, maar ik geloof pas echt dat het kan als ik het met mijn eigen ogen zie. Arno, wat ik heel graag wil weten is, wat is hypnose nou precies? Hypnose is een staat van focus en aandacht. En als ik die juiste focus en aandacht straks van jullie krijg, dat noemen we hypnose, dan ga je in hypnose. Een verminderd bewustzijn. En door het verminderd bewustzijn en het opvolgen van mijn suggesties, mijn instructies, zeg maar, gaan jullie hypnose ervaren. Oké, ik vind het nu al spannend. Ik heb er echt zin in. Zullen we gewoon beginnen? Lijkt mij verstandig. Laten we gaan. En zo hard dat je nou drukt, drukt mijn oma ook en die leeft niet meer. Dus druk eens wat harder. Oh. Veel harder staan. Veel, veel. Sla! Dieper, 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 dieper. Oké, druk op mijn hand. Sluit je ogen. Sla! Dieper, 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 dieper en dieper. Ontspannen. Dieper en dieper. En dieper. Dieper. Het getal dat ligt tussen 6 en 8 is volledig weg. Het is natuurlijk alleen even nu. Je krijgt het zo meteen weer terug. Het getal tussen 6 en 8 is even verdwenen. Je telt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10. 1, 2, 3, open je ogen. Kijk eens even aan, Thomas. Hoeveel vingers heb je met deze hand? 5. Weet je dat zeker? Ja. Wil je ze even vertellen? 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel heb ik aan deze hand? 5. Wil je ze even vertellen? 1, 2, 3, 4, 5. Dus hoeveel vingers heb ik? 10. Oké. Daar ben je van overtuigd? Ja. Okay. Als je nog eens een keer tellen, begin even aan die kant. Weg, weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, kijk me even aan. En sla. Dieper, dieper en dieper. Heel goed. Goed zo. Nou, je doet je best. Open je ogen. Wil je nog een keer tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10? Nee. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Dus hoeveel vingers heb ik? 10, 8, 10. Goed, wacht even. Even opnieuw. Hoeveel zit er hier aan? 5. En hoeveel zit er hier aan? 5. En 5 en 5 is? 10. Dus hoeveel vingers heb ik? 10. Wees dan een keer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. En deze? 11. 11. Voor even weet je niet hoe dat jouw naam is. En hoe meer dat je probeert om die naam te herinneren, hoe lastiger het zal zijn. Hoe meer dat je het probeert, hoe lastiger het zal zijn. Maak het tot jouw realiteit. Zometeen open je de ogen. Je blijft in een diepe hypnose. Wanneer ik in mijn vingers knip, sluit je je ogen. Laat je dieper gaan als ooit tevoren. Heel goed. Kom maar rechtop. Open je ogen. Hey, mijn naam is Arno. Wat is jouw naam? Bart. Bart, weet je het zeker? Ja. Dat weet je nog heel zeker? Ja. Oké, Bart, kijk me even aan. Sla. Oké, laat gaan. Kom op, kom op. Kom op, Thomas. Oké, heb je werkelijk je best gedaan? Ja. Weet nog dat je het één keer doet. Geef niet toe. Laat gaan. Ja. Kijk mij even aan. En zo, laat je dieper, dieper, dieper gaan. Nog dieper, nog dieper, Thomas. Dieper, dieper, dieper en dieper. Volg mijn aanwijzingen en je kracht zal immens zijn. En als jij er klaar voor bent om welke krachtmeting dan ook aan te gaan, laat het even zien door het op en neer bewegen van je rechterwijsvinger. Heel goed, je bent er klaar voor. Je geeft aan er klaar voor te zijn. Niemand die van jou een krachtmeting kan winnen. Start. Laat gaan. Sterker. Niemand die van jou wint. Krachtiger en krachtiger. Je bent onuitputbaar. Onuitputbaar. Laat maar gebeuren. Wat je ook doet. Hoe sterk dat je ook wil zijn. Het zal het niet lukken. Je kracht neemt toe. Nog meer toe. Waardoor je het nu kunt afmaken. Maak het af. Laat zien. Niemand. Niemand wint van jou een krachtmeting. Kracht neemt toe met 10%. 10%, alsof er een touwtje zit waar je aan trekt. Trekken, yes! Krachtiger en krachtiger. Krachtiger en krachtiger. Thomas, voelde je dat je dat nu veel langer kon uithouden? Ja. Zo, we zijn er weer uit. We zijn weer fit.
Maar grappig, sommige dingen werkten echt wel. Was het zo van, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou boos worden of zo? Want dat was echt acteren. Kijk, de echte dingetjes zoals namen vergeten en nummers vergeten, daarvoor ben je in een, daar heb je een diepe hypnose voor nodig. Voor jullie ging het al heel goed eigenlijk, dus het ging al heel goed. Het komt omdat jullie goed meegewerkt hebben. Maar ja, je hebt toch zelf ervaren hoe het is om alsnog een getal te vergeten. Of niet te vergeten, maar in ieder geval ook niet meer te noemen. Het kost je geen moeite, hè? Dus, ja. Ja, ik snap het hoor. Toch had ik wel het idee dat ik hem makkelijk had kunnen zeggen. Je had hem kunnen zeggen, maar... En ook bij dat naam vergeten, ja, dat deed jij dan. Ik denk ook van, ja, gaat dat werken? Arno, hartstikke bedankt. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Graag gedaan, dat weten jullie. Ja, wil jij nou ooit een keer gehypnotiseerd worden of heb jij nog een heel tof hypnoseverhaal? Laat dat hieronder weten in de reacties. Ik ben benieuwd. En vergeet niet te abonneren op Ponkers, want we hebben heel veel vette video's. Dus als je niks wil missen, klik hieronder op de abonneerknop. En wil je weten waar we nu mee bezig zijn? Volg dan vooral onze social media. Wij zijn Ponkers. Twitter, Instagram, Facebook. Kan overal bij ons vinden. En ik klik hiernaast voor een oude Ponkers video die je misschien nog niet gezien hebt. Dus zeker even klikken, dan kan je een vette video zien. Yes, wie wil dat nou niet? Ja, iedereen. Tot de volgende keer. Doei doei.